Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij een nieuwe serie FIFA 14 Carrière. En we gaan een carrière spelen met CD Tenerife. Ik ga iedere aflevering 3 wedstrijden doen. En dan ga ik commentaar overheen geven. En we gaan dit seizoen proberen te promoveren. En het wordt lastig, want we hebben best wel een slecht team. Dit is onze doelstelling voor in de beker. En voor in de competitie moeten we proberen halverwege de ranglijst te eindigen. En dat moet in principe wel lukken. En dan de eerste transfers. Ik heb Zivkovic van Groningen gehaald. Dat is een spits. Jonge, talentvolle spits van 16 jaar. En ik heb Riedewald, linksback van Ajax gehaald. Omdat ik geen goede linksback had. En ik heb Ricardo Kishna gehaald. Omdat hij een fucking baas is. En je speelt gewoon heel fijn in FIFA 14. En dan gaan we door naar de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen. CD Tenerife tegen Cruz Azul. Ik heb geen flauw idee waar die gasten vandaan komen, maar dat maakt niet uit. Onze spelers staan er klaar voor. Daar loopt nieuwe gehuurde Ricardo Kishna. De opstelling is Roberto, Mariano, Bruno, Carlos Ruiz, Riedewald, Ricardo. En voor de rest kon ik het niet lezen. Fuck dit. We zijn begonnen. Volgens mij heb ik Zivkovic, Kishna en Suso Santana in de aanval gezet. En Ayoze Perez. En hier is Kishna. Speelt hem op Bruno, de centrale verdediger. En die schiet op de goal. En op de paal. Er zat meer in. Maar ja, wel gevaarlijk. Eerste kans van de motherfucking wedstrijd. En daar gaat Ayoze Perez. Die pakt heel goed de bal af. Speelt hem dan op Zivkovic. Dat moet ook wel, want daar stond verder niemand anders. En die schiet hem nog bijna in. En hij maakt hem zelf af. Ayoze Perez. En dan gaat hij maar liggen, want blijkbaar is hij er heel erg moe van geworden. Eerst Zivkovic met een hele goede schot. Die zou er in principe ook wel in zijn gegaan, maar voor zekerheid. Even een tikje na. 1-0 voor. En hier gaat Kishna er vandoor. Dat ruimt. Lol. En die verneukt het daar. En dan gaat Ayoze Perez, die gaat er overheen. Geeft hem dan niet voor, maar die kunt naar Ricardo en die schiet hem erin. Heel erg langzaam. Dus misschien is het wel een grote fout van de keeper, maar dat maakt mij helemaal geen ene zak uit. Want wij staan met 2-0 voor in deze eerste oefenwedstrijd van dit seizoen. En dan daar kopbaltje van Zivkovic. Keeper redt daar goed. Ricardo kopt hem daar nog weg. Pakt hem weer goed terug, maar verliest daarna de bal weer. En dan een tegenstoot van Cruz Azul. Gutierrez met een heel goed schot aan de keeper. Die bokst hem weg. En kan nog net op tijd weg worden gered. Weg worden gered. En dat was de eerste helft. 2-0 voor. Hartstikke mooi. En dan de tweede helft. Aridane net erin gekomen met een balletje op Kishna, die schiet hem op de goal. Onderkant laat eruit. Hoe kan je het verzinnen? Echt best al een goede aankoop gebleken. Of nee, wat is het? Hij is gehuurd trouwens. Helemaal niet ingekocht. Dan gaat Carlos Ruiz, ook een verdediger. Voor de goal. En die kan nog net door een verdediger weg worden gekopt. En dan Zivkovic. Heerlijke doelpunt. Met rechts aannemen, met links schieten. En afmaken. Zo doen we die shit. Echt heel mooi doelpunt. Nog een keer de herhaling. Prachtig gedaan ook. Die zag ik niet goed, want er stond de keeper voor. Maar super goal voor deze spits. En dat is dan een vrije trap. Daar snapt helemaal niemand iets van, want hij raakte de man helemaal niet. Maar goed. Emana met de vrije trap op Barrera. En die schiet hem met de omhaal erin. Het is niet normaal. Mooiste goal van deze wedstrijd. En hier zou ik bijna voor gaan klappen. Maar what the fuck. Die vrije trap. Precies op maat. En dan die omhaal van Barrera in de kruising. Niet normaal. Kijk hem gaan dan. Nou, 3-1. Nog steeds voor natuurlijk. Vrij logisch. En nou gaat Napoles. Ik ken hem niet verder. En valt de. Oeh. Keepertje redt hem goed. Ik weet de naam van mijn keeper nog niet helemaal uit mijn hoofd. Want ik ben ook een beetje de naam aan het leren. En dan Cruz Azul zet steeds meer druk naar voren. En die moet er dan in. Maar daar hebben wij Riedewald staan. En die komt hem prima weg. En Kishna verneukt het daar bijna. En het is afgelopen. We hebben met 3-1 gewonnen deze eerste oefenwedstrijd van dit seizoen. Mooi begin. En ja, we gaan door naar de volgende oefenwedstrijd. En dat is tegen Feyenoord. Ja, ik verzin het zelf ook niet. Feyenoord tegen Tenerife. Ik heb het zelf niet kunnen kiezen, want het doet het spel automatisch. Feyenoord heeft een veel beter team. Dit is onze opstelling. Zivkovic, Ayoze in de spits. Kishna rechts. Suso nog wat op links. En daar. Mooi gecombineerd. Ricardo. Met de voorzet. Het wordt misschien nog een probleem. Want ik heb Ricardo Kishna en Ricardo. En Richairo Zivkovic. Hoe je het ook uitspreekt, weet ik veel. In ieder geval daar heel slecht verdedigd. En dan denk je van, oh, die bal is weg. En dan speelt Riedewald hem in de voeten van Pelle. En die schiet hem dan uiteindelijk er niet in. Dus daar hebben we nog wel geluk mee.
Of het is gewoon bluff. Zo van, kom maar hier dan. Dan... Wow, schotje van Kiesnauw, goed gered door Mulder. En deze namen ken ik dan wel, want dat is Feyenoord en die ken ik dan weer wel. Hele mooie paas. Ik zeg even niet van wie. Sivkovic. En die moet natuurlijk daar op Ricardo in de schiet. En hij kan niet zijn tweede maken in de voorbereiding van dit seizoen. Helaas. Nou, oh, een heerlijke sliding. Van Riedewald. Krijgt er maar een geel voor. Maar ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Prachtige paas. Sivkovic op Eitersands. En die gaat hem scoren. Die gaat hem scoren. Eitersands. Met de goal, de 1-0. En het is echt onverwacht. Want Feyenoord heeft een veel beter team. Ze zijn twee keer zo goed sowieso. Dan mijn team. Dus dit is best wel een stunt. Mochten wij hier niet verliezen vandaag. En dan voorzet van Feyenoord. Van de linkerkant. En Pelle met de kopbal, de paal. En dan Immers. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Uit een onmogelijke hoek. En dan juist hij. Hoe kan je het verzinnen? Kijk dan, de keeper redt hem nog. Hij komt eerst tegen de paal en dan hier nog van een ander standpunt. Onmogelijk bijna, zou je denken. Maar toch, mogelijk, want het doet het. En dan Eitersands. Met de voorzet, Sivkovic, kopbal. 2-1 van Tenerife, what the fuck is hier aan de hand? 2-1, weer de voorsprong. En dit is echt een stunt. Een hele mooie voorzet, precies op maat. Komt hem zo hoppatee tegen de raads in. Tegen de fucking touwen. Kei, mooi gedaan. Oké, daar gaat Krishna. Speelt een mannetje voorbij. Daaronder is helemaal vrij. Suso Santana, die moet hem dan maken. En die doet het niet, omdat Mulder hem tegenhoudt. Dat is ook niet heel erg lekker ingeschoten. En daar gaat Bakal, speelt zijn man uit. Ook wel slecht verdedigd trouwens. En dan hier de druk. En dat is een penalty. En ik denk dat dit terecht is. We gaan het nog even terugzien in de herhaling. Hij werd wel echt... We gaan het nu zien. Ja, dat was gewoon een penalty. Hij is echt gewoon een kamikaze actie. Gooit hem vol op zijn poten. Pelle met de penalty. En wat gaat hij doen? En oh, de keeper zat er nog zo dichtbij. En Feyenoord met een hele lelijke strafschop. Die overigens wel terecht was. Op 2-2 en dat is ook de eindstand. Toch een mooie stunt voor Tenerife. Want 2-2 tegen een veel beter team is gewoon netjes. En helemaal in de voorbereiding. En dan hebben we vandaag nog één wedstrijdje te spelen. En dat is tegen Gangwon FC. Ik heb een flauw idee waar de fuck die vandaan komen. Maakt ook niet heel veel uit. Thuis in ons eigen stadion. Net als de opstelling. Aridane, Ayoze in de spits. Christo Martin, Borja Perez volgens mij op rechts. En de rest is een beetje hetzelfde. Riedewald op links achter. En Alberto op het middenveld. En daar de eerste bal op Eitersands met de kopbal. Die eruit wordt gehouden door... Ik heb geen flauw idee. Al die namen lijken toch op elkaar. Ik dacht dat dat buiten spel was, maar blijkbaar niet. Aridane, wat doet hij? Pasje op Ayoze Perez. Buiten spel, ook slecht afgemaakt. Ayoze Perez weer. En veel de bal. Alberto met het... Niet met het schot, want hij wordt geblokt door... een Aziat, ik weet niet waar ze vandaan komen, sorry. Ayoze Perez schiet op de goal en de keeper houdt hem tegen. Want daar staat de keeper voor, helaas. En Alberto met de corner. Kan er iemand mee? Ja, een kopbal op de goal en hij wordt afgemaakt door Eitersands. Scoort in zijn tweede wedstrijd op rij. En het is, ja, vrij makkelijk. Omdat hij vrij voor de goal stond. Maar hij schiet er wel in. Je moet het nog maar wel eventjes doen. En dan gaat... Kim Jin-jong. Dat is volgens de scheidsrechter een penalty. Er wordt geen één iemand wordt er geraakt. Zoals je hier in de herhaling ziet. Ja, zijn schoen veter. Maar ja, dat is blijkbaar een penalty. En daar gaat onze keeper Roberto proberen die tegen te houden. En hij zit er weer zo dichtbij. Maar Kim Jong-hoe, die schiet hem er toch in. En wat een schot is dat dan van Kiesna. Heerlijk. Cornertje. Kopbal. Nee. Bal wordt weggewerkt. Riedewald. Bruno. Schiet maar, jongen. Of niet. Suso Santana. Kiesna. Die gaat dan wel voor het schot. En die schiet hem op de... Oh, heerlijk. En dan
Een slechte voorzet van Riederwald zat meer in. Wel goed schot van Kiesna. En daar Zivkovic goed meegegeven aan Christo Martin. Die gaat dan... Oh, wat een heerlijke bal. Heerlijk afgerond van Kiesna. Alleen hij stond buitenspel. Net buitenspel. Helaas. Wel een mooie goal. Maar ja, hij telt niet. En dan de bal op Zivkovic. Die moet erin. En hij verneukt het. Zulke ballen moeten er wel in als spits. Maar hij is nog pas 16. Inmiddels in het echt al 17. Dus hij heeft nog veel te leren. En dan hier alsnog een doelpunt van Kiesna. En die had hij ook wel verdiend, want hij was best gevaarlijk deze wedstrijd. Hij kwam er pas in de tweede helft in. En ja, doet het gewoon prima. En dan de vrije trap. Park Sang-jin. Wie kent hem niet? Ik in ieder geval niet. En dan de kopbal. Die gaat voorlangs geen gevaar verder. Kiesna. Balletje op Alberto. Alberto kopt naar Zivkovic, maar hij staat niet goed op zijn positie. Voorover, terwijl de bal wordt er keihard neergehaald. En dat is dan de rode kaart. Dat is dan de rode kaart. Voor Baheyong Sung. En hij is er zelf vrij verbaasd over, zo te zien. What the fuck. Oh. En een mooie vrije trap van... Oh, van Carlos Ruiz. Maar hij schiet hem mis. En de wedstrijd is meteen afgelopen. 2-1 gewonnen van Gangwon FC. Gewoon... De rechte uitslag. We waren vele malen beter dan deze gasten. Mensen, dat was de eerste aflevering. In de volgende aflevering gaan we de eerste 3 wedstrijden van de competitie doen. Dus bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. En ik ga er vandoor. Later.